Hallo, ik ben Ricardo Kremers en ik heb hier een videotutorial wat ik nou jullie wil aanbieden, waarmee ik Blender wil gaan gebruiken voor 3D printen. Waar je dingen op moet letten. Ik leg jullie in heel kort uit hoe je door de user interface kunt komen. En waar je op moet letten als je bepaalde dingen moet instellen voor juist 3D printen. Daar zitten een paar dingetjes aan waar je rekening mee moet houden. En ik laat gewoon even de basics zien hoe je gewoon door Unity heen komt. Of door Unity, sorry, Blender doorkomt. Unity is een ander programma. Daar ga ik misschien nog een andere tutorial over geven. Blender. Wat is Blender eigenlijk? Het is een 3D softwarepakket, open source. En dat betekent dus dat het gratis is. Het wordt eigenlijk ontwikkeld door ja, eigenlijk iedereen die daar aan wil toedragen. Dat maakt het dus ook gewoon open source, hè, wat het al zegt. En het mooie van dit programma is dat dit eigenlijk al zo ver is doorontwikkeld dat het eigenlijk zich makkelijk kan matchen met de stuk duurdere andere softwarepakketten, bijvoorbeeld zoals Max, Autodesk Mask, 3D Max of Maya, voor de mensen die dat kennen. Heel veel functionaliteit wat in die pakketten zitten, die zitten dus ook in Blender. Alleen Blender is dus gratis. Dat is mooi, want dan er zit nogal een prijsverschil in, want meestal 3D-softwarepakketten zijn extreem duur. Oké, ga naar blender.org, dat is de URL. En er staat een heel grote downloadknop. Dat is deze hier, die blauwe. Klik erop. We werken nu op dit moment met de 2.73a versie. Je ziet ook dat het is standaard voor Windows. Het kan ook zijn dat hij dat herkent omdat ik ook op een Windows-machine werk. Maar je kunt hem dus ook draaien op Mac, op Linux. En je kunt dus ook de broncode downloaden als je wil en zelf er iets in programmeren. Dat is het hele principe van open source. Nou, als je die mensen wil steunen voor een geweldig werk, kun je ze natuurlijk altijd steunen met PayPal. Door middel van gewoon geld te doneren. Of een leuk t-shirt te kopen met Blender erop. Doe dat gewoon, want die mensen die hebben er echt wel een mooi product van gemaakt. Dus ga naar support toe en doneer op zijn minst een paar euro's. Nou, als je hem dus wilt downloaden, check even van wat voor Windows in ieder geval, wat voor systeem je hebt. Dat kun je zien als je naar jouw filebrowser gaat. Even kijken. Dat doe je zo. En je klikt met je rechtermuisknop op de computer en dan eigenschappen of properties. En meestal zie je dus gewoon hier wat voor operatiesysteem je hebt, een OS. Dus dit is 64-bit. Ik heb dus ook de 64-bit gedownload. Heb je een wat oudere computer? Kan het goed zijn dat je voor die 32-bit moet gaan? Kom je snel genoeg achter als je die 64-bit hebt gedownload en hij werkt niet bij jou, dan zit je waarschijnlijk op een 32-bit systeem te werken. Kies er een van deze landen. Woon je gewoon in Nederland, zal ik gewoon adviseren om een Nederlandse mirror site te gebruiken. En doe je dit, dan download je een exe-bestand. Dat heb ik inmiddels al gedaan, dus ik cancel dit bestand. En dan heb je een bestand, klik erop, dan opent hij een install venster. En ja, klik er gewoon doorheen totdat je hem hebt geïnstalleerd. Dat is eigenlijk mijn advies. Je hoeft verder geen speciale instellingen aan te klikken. Of je moet het ergens op een andere harde schijf willen kopiëren of zo. Dat kan. Maar normaal gezien zou gewoon er doorheen klikken voldoende moeten zijn. Oké. Ik heb hier al een Blender openstaan. Ik sluit hem heel even af.
Heb je hem geïnstalleerd, dan zie je hier meestal zo'n icoontje staan van Blender. Dubbelklik er maar eens op. En wat ik jullie eigenlijk eventjes doorheen wil loodsen, is hoe de user interface werkt van Blender. En user interface is eigenlijk gewoon hoe je eigenlijk kunt werken met Blender. Ik zal sowieso veel gebruik maken van shortcut keys. En dat houdt eigenlijk gewoon in dat je dus met snelkoppelingen gewoon dingen tevoorschijn kunt halen, dus schermen of andere doelen. Voordat je eigenlijk Blender start, zou ik altijd adviseren van heb je een losse muis, in ieder geval een muis met drie knoppen, gebruik die ook. Want eigenlijk bij alle 3D software pakketten is het eigenlijk wel gebruikelijk dat je gewoon een muis hebt met drie knoppen. Dat is meestal de rechtermuisknop, linkermuisknop en de middelmuisknop, die ook vaak een scrollknop is. Ja, waarom moet je die hebben? Dat laat ik jullie zo meteen even zien. Wat ook handig is, dat is dat je een numeriek toetsenbordgedeelte hebt. En misschien weten sommigen van jullie niet wat het is. Ik zal het even in een plaatje laten zien. Dat is dit gedeelte. Dit zit vaak op een toetsenbord gewoon standaard erbij. Dus de getalletjes, deelteken, vermenigvuldigingsteken, minteken, plusteken, enter, delete of een puntje. Maar als je bijvoorbeeld vanaf een laptop werkt, zit die er soms niet op. Het kan soms lastig zijn, maar daar heeft Blender wel rekening mee gehouden. Stel dat je dat hebt, dan en ik zit dus nu op dit moment achter een laptop, dan kun je twee dingen doen. Je kunt er ook nog een met die externe muis met drie knoppen kun je er ook nog een toetsenbord aanhangen aan je laptop. Werkt ook heel fijn. Of je kunt de numpad keyboard emuleren. Dus dat is eigenlijk gewoon een soort nep dat je een aantal toetsen eigenlijk daarop op toewijst. Klinkt heel ingewikkeld, maar dat is eigenlijk vrij eenvoudig om te doen. Dit is het beginscherm. Kunnen we gewoon langs klikken. Dan kom je met je linkermuisknop kom je in dit scherm te staan. Dit is standaard beginscherm van Blender. En er staan een aantal dingen in, zoals een 3D kubus, lichtbron hier en een camera. En je ziet dat ik die dingen highlight en dat doe ik dus met mijn rechtermuisknop. Dat is meteen ook gewoon de uitleg hoe je dingen kunt selecteren. Dus met je rechtermuisknop selecteer je dus objecten. Als je shift inhoudt, dan doet hij er dingen bij selecteren. Dat is hartstikke mooi. Dus even kijken. Als je shift inhoudt en je klikt weer op het object, even kijken, dan haalt hij hem er ook weer af. Nu is het zo dat we eigenlijk met het doel, 3D printen, een aantal zaken niet nodig hebben. Normaal gezien zou je dus een camera moeten hebben of een lichtbron om te laten zien hoe het object werkt. Echter, bij 3D printen is het helemaal niet relevant als er een fictief licht of een camera in staat, want het gaat puur en alleen om dit object wat we gaan maken. Dus in dit geval selecteer ik dus mijn lichtbron met de rechtermuisknop en ik druk op delete. En voor Mac-gebruikers is het waarschijnlijk backspace of command backspace, gok ik zo. En dat doen we dus ook met de camera. Even kijken, delete. En klik ik op bevestigen en weg is hij. We hebben nou andere objecten weggegooid, dus die fictief licht en de camera. En nu hebben we eigenlijk onze kubus over.
dat was eigenlijk het selecteren daarvan. Hè? Dus rechtermuisknop, selecteer je dingen. Druk je vervolgens bijvoorbeeld daarnaast met je rechtermuisknop, wat je verwacht zou zijn dat het object niet wordt geselecteerd. Dat kun je dus doen met Shift en weer erop klikken, dan deselecteert hij hem. Maar wat je ook kunt doen, is dat je hem op A duwt. A is zo'n snelkoppelingstoets die ervoor zorgt dat hij dus alles deselecteert of alles selecteert. Nou ja, we hebben nu maar één kubus in onze omgeving staan. Dus als we op A duwen, dan selecteert hij dus de kubus. En als ik weer op A duw van Anton, dan, ja, dan deselecteert hij hem weer. Dat is eigenlijk een heel makkelijke manier van objecten selecteren. En daarvoor gebruik je eigenlijk je rechtermuisknop voornamelijk mee. Dan komen we meteen naar de volgende knop. En dat is de middelste muisknop. Die zorgt er namelijk voor dat je kunt roteren. Dus als je roteert, dan hou je de middelste muisknop ingehouden en je sleept hem van links naar rechts. Dan roteert hij dus om het vlak heen. Wil je inzoomen, kun je de scrollknop gebruiken, in- en uitzoomen. Of je kunt bijvoorbeeld shift gebruiken, of nee, control, sorry, control inhouden en in- en uitzoomen. En dat kan misschien afwijken van de Mac-gebruikers, maar ik spreek dus nu voor PC. En als je shift inhoudt en je middelste muisknop heen en weer beweegt, dan kun je dus gewoon van links naar rechts bewegen. Nu is het zo dat, stel dat je al een beetje je kubus bijvoorbeeld of je object uit beeld hebt, je selecteert hem dus met je rechtermuisknop en je wil dus focussen op dat object, dan zou je dus dat numeriek toetsenbord heel handig voor kunnen zijn. Als je namelijk het puntje hebt van die numerieke toetsenbord, en ik herhaal van het numerieke toetsenbord, want het normale puntje werkt dus daar niet mee, dan focust die eigenlijk op het geselecteerde of geselecteerde objecten of één object. Echter, ik werk dus achter een laptop en daar zit geen numeriek toetsenbord op, dus moet ik even dat aanzetten dat je dat, dat hij dat emuleert. Nou ja, dan kun je meteen ook zien hoe dat werkt. File, User Preferences, klik je aan, je krijgt een pop-up scherm. Er zitten een aantal onderdelen in. We moeten naar Input toe en we klikken dus Emulate Numpad. We save dit in de User Settings, dus we klikken hier weer op. En dan zijn je toetsen, die bovenaan je toetsenbord zitten van je laptop, dus de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 0, zijn nu die numpad toetsenbord dingen geworden. Dus echter is het zo dat dat puntje is dan nu de backslash van jouw toetsenbord. En dit geldt dus alleen maar voor de Mac-gebruikers, voor de laptop-gebruikers. Heb je dus gewoon een toetsenbord waar dus dat erop zit, hoef je deze handeling dus niet te doen. Hè? Dus wil je focussen op dat ding, op je object wat je hebt geselecteerd, dan zal ik heel even nog even dat plaatje laten zien. Dan gebruik je dus deze toets. En als je dus geen numeriek numpad hebt, dan druk je op backspace. Dus ik ga even hier op backspace klikken. En je ziet dus dat hij focust op dit object. Nu doe ik weer met de middelste muisknop klikken en slepen. Om er weer eens omheen te draaien. Want het is natuurlijk zo dat je nog steeds eigenlijk naar een 2D-visualisatie kijkt van een 3D-object. Het is natuurlijk niet echt 3D, hè? Het is gewoon eigenlijk een simulatie van 3D. Want als je eigenlijk gewoon soms ook stilstaat, niet beweegt, dan zou dit ook gewoon een 2D-voorstelling kunnen zijn van een aantal
ruiten of vervormde vierkanten. Nou, dan hebben we de middelste muisknop eigenlijk ook wel behandeld. Dan gaan we door naar de linker muisknop en dat is dus dit punt. Dus als je hierop klikt, dan zie je dus een soort reddingsboei met een kruis erin heel de tijd verplaatsen. Dat is eigenlijk een soort, ja, het is een punt wat je ijs neer kunt zetten waar je bijvoorbeeld over roteert. Nu zie je dus dat het center point van dit object gewoon in het midden van die kubus staat. Maar je kunt dit ook veranderen. Daar is dit menu item dingetje voor. En je kunt dus ook bijvoorbeeld de 3D cursor als punt gebruiken. En nou is het met verplaatsen niet zo spannend. Maar als je dus roteert, en dat is dus onder dit stukje, dan is het misschien soms wel interessant. Kijk, maar nu roteert hij dus over dit punt, over die 3D cursorpunt. Maar als je dat dus gewoon over het middelpunt van dit object wil, dan klik je dus op dit scherm en je zegt, oké, ik wil Active Element, wil ik gewoon roteren. En dan roteert hij dus over het middelpunt van het object. Je ziet ook meteen met het roteren en het verplaatsen dat er dus een groene lijn, een rode lijn en een blauwe lijn is. Wat eigenlijk correspondeert met hier linkerkant de z-as, de x-as en de y-as. Nog even terugkomen op Active Element of Median Point. Als je Active Element pakt en je hebt meerdere objecten staan, dan pakt hij het laatste geselecteerde object als rotatiepunt. Wil je het gewoon het gemiddelde van meerdere objecten hebben, waar je het middelpunt van moet hebben om over te roteren bijvoorbeeld, dan gebruik je dus Median Point. Nou, als je dus wil roteren over dat 3D cursor object ding, die reddingsboei, dan kun je hem dus op de 3D cursor zetten. Dat is even gewoon, het is even wennen, maar eigenlijk oefen hier ook wel regelmatig even in het begin mee, als je hier nog niet bekend mee bent. Want dit zijn toch echt wel de basisdingen die je echt moet weten voor, ja, om dan toch even wat te kunnen doen hier. Hè. Even kijken. Roteren. We hebben ook schalen, dus je kunt hem ook schalen in de verschillende assen. Dit is dus de y-as schalen, z en x. Ik zal even undoen. En je hebt trouwens voor elk onderdeel, dus verplaatsen, roteren en schalen, heb je ook snelkoppelingen voor, dus een sneltoets. G is voor verplaatsen. Dat is de afkorting blijkbaar voor grab. Dus als je G induwt, dan verplaatst die. Wil je verplaatsen over een bepaalde as, dus nu is die vrij aan het verplaatsen. Dit kun je trouwens bevestigen met linker muisknop. Ctrl-Z. Maar je kunt ook, als je de G induwt en vervolgens X inhoudt, dan snapt hij eigenlijk over de as die jij wil. Dus als jij over de y-as wil verplaatsen, dan kun je dat met y ingeduwd doen. Wil je over de z-as snappen, zullen we zeggen, dus alleen maar in de hoogte, dan druk je de z in. Linker muisknop is bevestigen, rechter muisknop is gewoon terug waar je bent begonnen. Dat werkt dus ook bij roteren, dus R is voor rotatie. Nou, dit is een vrije rotatie, maar als jij gefocust wil zijn op één bepaalde rotatie, dus over één as, dan is Z deze rotatie, X deze rotatie en Y deze rotatie. Dat werkt dus ook met schalen. Schalen is de snelkoppelingstoets S van Simon. En je ziet weer het, dit is gefocust over de y-as, x-as, z-as. Nou, je kunt dus echt heel precies werken. Dit is eigenlijk
hoe je een object eigenlijk gewoon schaalt, verplaatst, roteert. Dus dan hebben we dat ook meteen gehad. En dit is eigenlijk gewoon je eerste object, hè. Waar we dan even op moeten letten is dat Blender eigenlijk gewoon met units werkt. Normaal in 3D softwarepakket is het eigenlijk niet echt relevant van werk je nou in centimeters of in meters of kilometers of wat dan ook. Het is gewoon een unit. Echter is het zo dat als wij gewoon 3D gaan printen, moeten we natuurlijk wel rekening houden dat we dus niet een blok maken, bijvoorbeeld van 20 meter bij 20 meter. Hoe weten we dan hoe groot dit object is? Nou, dan moeten we eerst even een instelling doen. Ik sleep even dit venster wat meer naar links. En dan kom je op een gegeven moment hier, je hebt een camera, je hebt dus dit een paar velletjes en dan heb je een aantal objecten staan. En hier kun je dus instellen de units. Die staat normaal op none. En die zetten we dus op metric. En metric, ja, dan pakt hij dus centimeters of millimeters. Alleen we zetten de schaal op, niet op 1, maar op 0.01. En dit is dus de schaal. Gaan we nou terug naar ons object. En je kunt dus zien hoe groot ons object is door middel van hier op dit plusje te duwen. Dan zie je dus dat ons object 2 cm bij 2 cm bij 2 cm is. Nou, je moet je voorstellen dat er zijn een aantal dingen waar je rekening mee moet houden met printen. Is dat je natuurlijk een formaat, er zit een maximaal formaat aan. De meeste printers die hebben dus een limiet van 20 cm. Dus dan zit je bij 20 bij 20 bij 20, een kubus. Dus deze zou nog 10 keer zo groot kunnen worden. Maar dan is het, ja, dan is die ook meteen maximale grootte. Hou wel rekening mee trouwens, dat als je echt een heel groot massief object maakt, zoals bijvoorbeeld een kubus, dat het best wel een prijzig ding wordt. Het is natuurlijk zo dat hij het materiaal moet vullen natuurlijk met jouw object. En hoe meer materiaal hij moet gebruiken voor dat object te kunnen maken, hoe duurder het wordt natuurlijk. Nou, je hebt dus verschillende versies van printers. Je hebt eigenlijk een soort ja, smeltsysteem. Dan is het een soort plastic wat verwarmd wordt en wordt door een soort printer die dus, of ja, een arm die dus van links naar rechts beweegt, lijntjes gezet van gesmolten plastic. En dan gaat hij weer een stukje omhoog en dan zet hij weer een nieuwe rij lijntjes plastic op elkaar. Dat is één manier. Je hebt ook een andere manier, dat is met poeder. Dan doet hij eigenlijk hetzelfde, maar dan legt hij gewoon een laag poeder neer. En waar die dus verhard moet zijn, doet hij het waarschijnlijk met een laser of zo verwarmen en dan wordt dat stukje hard. En daarna wordt het poeder eigenlijk weer afgevoerd. En dan heb je dus eigenlijk ja, ook een 3D object. Wat even belangrijk is, is dat je dus niet hele grote objecten gaat maken als het niet nodig is. Waar je ook op moet letten is dus dat je niet 3D objecten, misschien moet je ze soms hol maken. Om te voorkomen dat je niet een heel massief blok gaat uitprinten. Alleen als het natuurlijk nodig is. Stel dat dit vierkant blok buizen doorheen moeten, die echt, waardoor dit ding ook gewoon echt massief moet zijn, dan kan je niet anders. Maar stel dat dit gewoon eigenlijk gewoon een omhulsel moet zijn van iets, dan zou je deze ook hol kunnen maken. Hoe we dat doen, dat kan ik jullie later nog wel even laten zien. Dit scherm kun je trouwens tevoorschijn halen en ook weer weghalen als je meer naar links toe schuift. Plusje duwt, komt hij weer tevoorschijn. Je hebt daar ook een snelkoppelingstoets voor, dat is N. N haalt hij weg en haalt hij tevoorschijn. Dat geldt trouwens ook voor dit scherm. Dus je hebt hier een plusje, je kunt hem wegslepen. En je hebt ook een snelkoppelingstoets ervoor, dat is T.
Dan haalt hij hem ook tevoorschijn en haalt hij hem weg. De T voor tools. Denk ik. En de N voor... Geen idee waarom dat een N is geworden, maar goed. Misschien omdat die toets nog over was. Nou ja, je ziet dus dat hier gewoon centimeters nu staan. Dus dat is prima. Dus dat is al ingesteld. Hou wel rekening mee dat elke keer als je een nieuw bestand aanmaakt, dat je waarschijnlijk dit ook weer op moet instellen. Dus dit slaat hij wel op in dit document. Maar als je een nieuw document maakt, dan kan het goed zijn dat je weer die units moet instellen. Oké, dit is dus eigenlijk gewoon even een stukje van de 3D printer waar je op moet letten. Hier is er ook een soort plugin die je erbij kunt zetten die specifiek is voor 3D printen. En we zijn al in onze preferences geweest, dus onze instellingen. En daar gaan we nu weer heen om die plugin erbij te zetten. We gaan naar User, naar File, User Preferences, Add-ons. En ik typ hier gewoon in dit zoekvenster hier 3D. Even kijken, print. En daar staat hier al een... Even kijken, die vink ik dus aan hier. En dan zeg ik oké, save to user settings. Het is een Mesh 3D Print Toolbox. Het is een standaard plugin van Blender. Die heeft hij niet aanstaan. Dus die moet je zelf activeren door die add-ons knopje. Save hem even naar je user settings. En als je hem nu sluit dit venster, zie je aan de linkerkant waar we nou dit scherm hebben staan. Ook een 3D print tabje staan. Wat zit er in die 3D print tab? Een aantal dingen. Bijvoorbeeld dat er een check-up in zit van oké, zitten er geen gaten in je object waardoor dit object niet geprint kan worden. Je kunt hem dus scalen naar een bepaald volume. Je kunt hem exporteren naar het juiste formaat. Wat de meeste 3D printers gebruiken. Bijvoorbeeld een STL, een OBJ. En je hebt ook een aantal versies. Volgens mij de VRML2 en X3D zijn volgens mij ook waar je dus kleuren mee kunt aangeven. Maar zover gaan wij nog niet. En dan zitten er nog wel een aantal extra toeltjes bij die best wel handig zijn. Bijvoorbeeld ook gewoon bepaalde hoeken, als die in een object zitten, dat die niet meer moeten zijn dan of minder dan 160 graden. Dat jouw materiaaldikte niet dunner is dan 10. Ik weet niet waar dit teken precies voor staat, maar voor een bepaalde eenheid. Dit kun je dus allemaal instellen. Hier geeft hij dan gewoon een melding van als daar ergens problemen mee zijn. Dus dat is een hartstikke handige tabje wat je kunt gebruiken. Vooral die exportfunctie is heel fijn. Maar daar komen we pas eigenlijk aan toe als we iets ook hebben gemaakt. Hè. We zouden dit blokje kunnen uitprinten, maar dat is natuurlijk niet heel spannend. Ik zet hem weer terug op Tools. Dus ik klik hier weer boven. Daar kun je ook even meteen zien wat je kunt doen hier. Je kunt hem translaten. Dat is dus eigenlijk die shortcut ook G. Hè? Je rotatieschaal. Je kunt hem spiegelen. Je kunt hem dupliceren. Deleten. Joinen met een ander object. En shading op smooth of flat zetten. Nu is het voor 3D printen is shading eigenlijk onbelangrijk. Want shading is eigenlijk gewoon een soort render trucje, zullen we zeggen, om bepaalde breking van het licht soepeler over te laten gaan of met harde lijnen. Echter is het zo bij 3D printen dat je daar eigenlijk niks mee te maken hebt. Als dit een rechte lijn is, dan doet hij in het 3D ook rechte lijn printen, of ja,
maakt hij daar gewoon een hoekige lijn van. Dus als je hier een ronding in wil hebben, moet je gewoon meer lijnen inzetten. Even kijken. Ja, dat is eigenlijk wel wat je moet onthouden. Dus ik kan dit wel smooth. Kijk, dan breekt hij het licht ja, smooth. Wat in dit geval met die kubus heel raar uitziet, maar goed. Maar daar heb je dus met 3D-printen helemaal niks aan. Je kunt hem altijd beter op flat houden. Want dit is ook ongeveer precies wat. Ja, dit gaat hij eigenlijk precies zo uitprinten. Ja, wat gaan we nu doen? We gaan eigenlijk de volgende stap doen. En dat is. Even kijken. We gaan gewoon wat objecten erin slepen. We gaan ook even een aantal dingen veranderen van onze layout. Van onze layout van het scherm. En wat ik eigenlijk bedoel is eigenlijk bijvoorbeeld deze tijdlijn die we hier hebben. Die hebben we eigenlijk niet nodig. Want we gaan geen animaties maken. Met 3D-printen is dat totaal niet relevant. Nu is het zo dat als je hier links in een hoekje ziet, dan zie je dus van die diagonale lijntjes staan. Die zie je eigenlijk overal terugkomen. Dus als je hier zie je er één, hier beneden zie je er één. Kijk, hier zit er nog eentje. Hier, eigenlijk elk scherm heeft dat. Als je deze omhoog sleept, of naar links, dan krijg je gewoon een extra scherm erbij. Dit ziet er echt heel trippy uit. Je kunt dit scherm dan ook een ander doel geven, bijvoorbeeld een teksteditor. Ik weet niet waarom je dat zou nou gebruiken, misschien voor bepaalde user preferences. Daar komt dit ding weer terug. Stel dat je nou een fout hebt gemaakt en je wil terug, dan kun je ook dit scherm naar links toeschepen en je ziet dus een pijl ontstaan. Dus ik doe het nog een keer, naar rechts toeslepen, krijg je een extra scherm bij. Pak je weer die driehoekjes. Of die diagonale lijntjes en je sleept hem naar links of naar beneden. Naar links zie je dus eigenlijk een soort transparante pijl. En dan voegt hij die eigenlijk samen met dat scherm. Dit wil ik dus ook gaan doen met de tijdlijn hier beneden. Dus ik pak deze lijntjes, klik naar beneden toe. En hij voegt het samen toe met de tijdlijn. De tijdlijn is dus nu weg. Die hebben we dus ook niet nodig. Zo heb je net iets wat meer ruimte. Om je view te zien, druk je op T, dan gaat die weg. Druk je op N, gaat die ook weg. En dan heb je een volledige focus op jouw object. Dus dan kun je ook genoeg zien. We gaan er eigenlijk wat vormpjes in zetten. Dit is dus een kubus, die standaard erin. En zo heb je dus een aantal van die basisvormen. En ik zal er even naartoe gaan. Even kijken, we hebben hier create, tapje en een plane is eigenlijk gewoon een vlakje. Een kubus, dat zie je hier. Een circle is eigenlijk een cirkel, maar dan zo plat als een dubbeltje. UV sphere, dat is echt een object wat we kunnen 3D printen. Dus een kubus kunnen we 3D printen, maar een plane niet. En ik zal even een plane erin zetten. Oeh, dat is een hele grote. Je ziet ook dat die nou 2 meter bij 2 meter is. Die gaan we dus even schalen. Dus ik klik en sleep naar boven toe. Even kijken of klik naar en sleep naar beneden toe om ze allemaal te selecteren. En ik zeg oké, okay, dit moet 0,1. Dan was het 20 centimeter. Even kijken. Dus 0,01. Even kijken zo. 0,01 enter duwen. Dan is die ook 2 bij 2 centimeter. Ik zal even de verplaatstoel even activeren. Dit ding kunnen we dus niet 3D printen, want ook al zien wij hem hier wel in het 3D softwarepakket. We kunnen hem dus, hij heeft eigenlijk geen volume. Dit ding is zo plat als een dubbeltje, zullen we zeggen. Dus hij bestaat eigenlijk niet in het fysieke 3D idee, zullen we zeggen. Eigenlijk is zo'n kubus bestaat gewoon uit vier van deze dingen.
En als die aan elkaar gelast zijn, dan heb je volume. Heb je echt alleen maar één ding hier staan, dan kun je dus dat niet uitprinten. We hebben ook meteen een probleem als we hier dus een object hebben waar een gat in zit en niet goed is gesloten, kunnen we het dus ook niet uitprinten. Een object moet altijd gesloten zijn bij 3D printen. Voor 3D rendering gewoon zo, voor animaties of zo is dat niet zo belangrijk, maar voor 3D printen is het heel belangrijk. Dus dit object, dat kunnen we dus niet uitprinten. Je kunt hier wel op voortborduren en uiteindelijk wel een object maken wat we kunnen gebruiken, maar voor deze cursus geef ik eigenlijk aan van nou, deze maar gewoon niet gebruiken. De kubus hebben we al, die staat hier. Cirkel is hetzelfde geval, is eigenlijk gewoon zo plat als maar kan zijn, dus die gaan we ook niet gebruiken. We hebben hier een UV-sfeer, en een UV-sfeer, ik zal hem ook weer even scalen. Is eigenlijk een, het is eigenlijk een bal. En ik vergelijk het altijd met een discobal. Even kijken. Je kunt het zien, het is een soort discobal-achtig ding. En die kunnen we dus mooi uitprinten. Je ziet ook dat dit ding rond lijkt. Maar dat komt natuurlijk omdat hij zoveel facetjes heeft, dat je dus eigenlijk een curve krijgt. Maar eigenlijk zijn het gewoon allemaal gewoon rechte lijntjes. Je ziet het ook als je heel goed kijkt hier een beetje. En hoe meer je van die facetjes maakt, hoe ronder iets wordt. Dus als jij een object ook pas maakt, dus ik even kijken, ik zal hem eens even verwijderen en opnieuw erin zetten. Dan zie je hier ook aan de linkerkant hoeveel segmenten dit ding moet hebben. Hij is nu sowieso heel groot. Dus we maken hier 1 mm van, 2 mm. Dat is de size. Hier kun je ook aangeven wat de locaties zijn. Dus als ik hier gewoon 0 van maak, dan zet hij hem in het midden. En je ziet ook meteen als ik dit, even kijken, verplaats, nu ik daarmee heb zitten verplaatsen, dan is dit ook meteen weg. Dus ik ga eventjes opnieuw weer die cirkel. Het is eigenlijk gewoon de eerste keer dat je hem creëert, dan, dan krijg je die opties nog te zien. En eigenlijk hoe meer facetten je erin zet, even kijken, zeg dat ik er nou een dubbele van maak, 64. Hoe ronder dat ding eruit gaat zien. Dus kijken, waar zit mijn... ja, hier. Dit geldt ook voor die ringen. Dus als je die ringen, dat zijn eigenlijk die horizontale indelingen, zullen we zeggen, als ik hier meer van maak. En volgens mij staat het standaard op 16. En als ik er nou 32 van maak, dan zie je dus dat die bal steeds ronder en ronder wordt. Nou, je kunt hier ook de locatie aangeven, je kunt de rotatie aangeven. Ja, ik zie niet echt altijd in waarom je dit meteen zou moeten instellen. Dat kun je ook achteraf doen. Maar die facetten en zo, dat is op zich wel heel handig. Nou, dit is dus een soort disco ball bal die je kunt maken. En je hebt dus ook nog een andere manier van een bal maken. Dat is dus de ecosfeer. En die is ook weer heel groot, dus ik zal hem even 2 mm size maken. Dit is dus een andere manier van een bal maken. Je ziet dus ook dat het een soort, een doomachtige bal is. Ik zal even de subdivisions hoger zetten. En je ziet, ja, het lijkt op een golfballetje, zullen we maar zeggen. Daar komt het nou eigenlijk het meest op neer. Als je die subdivisions hoger zet, wordt die dus ook steeds ronder en ronder. Dan heb je weer de aantal opties die je hebt. Dus de locatie, rotatie.
En dat is dus de ecosfeer. In sommige gevallen is dit een mooiere bal, geeft het dan deze. En dan hebben we ook nog de, even kijken, de cilinder. En dat is eigenlijk gewoon een, ja, zoals het al zegt. Het is een cilinder. Dan kun je dus radius aangeven en de diepte. Diepte is dus hoe hoog iets is. En dat is gewoon een cilinder. En je kunt dus aangeven van oké, okay, ik wil hoeveel vertices die heeft, dus hoeveel segmenten. Dus als je die weer hoger zet, dan wordt die weer mooier rond. En even kijken, locatie en rotatie kun je aangeven. En even kijken, dat is het wel een beetje. De radius. Dus hoe groot de cirkel is. Dus ja, dat is dus de cilinder. Ik zal hem eventjes verplaatsen. Kun je hem ook zien daar. Dan hebben we nog de cone. Dat is eigenlijk een soort ja, piramide, ronde piramidevorm. Ja, ronde piramidevormen, ja, een kegel, hè, zoals je het ziet. En dan hebben we nog torsus. En dat lijkt het meest op een donut, vind ik altijd. Dus dan gaan we even kijken, waar zit ook weer de radius hier. Even kijken, dit moet dan 2 mm. 1 mm. Zoals je ook ziet hier, dat is ja, een soort donutvorm. En weer met de segmenten kun je aangeven hoeveel ronding die krijgt. Want hoe meer segmenten, hoe ronder die wordt, hè. Zoals ik hier 24 van maak, dan krijgt hij de horizontale rondingen erbij. Maak ik deze 64, wordt die steeds ronder en ronder. Dus als ik deze weer dan ook 64 van maak, dan zul je zien dat dit al heel erg rond wordt. Hou wel rekening mee, hoe meer segmenten je natuurlijk aangeeft, hoe meer punten betekent ook gewoon meer calculeringstijd. Dus dan kost het soms ook gewoon een computer meer tijd om iets te renderen. En dat geldt dus ook voor 3D-printer. Volgens mij zijn de meeste 3D-printers kunnen overweg gaan met een paar miljoen punten. Maar daar zit je natuurlijk al heel snel aan als je hier één object hebt waar je ongelooflijk veel segmenten aanmaakt. Dit is dus de torsus. Grid is ook een 2D-object, dus die kun je niet echt printen. En dan hebben we nog één object en dat is Monkey. En Monkey is eigenlijk een soort 3D-object. Zal hem even veranderen naar 2 mm. En het 3D-object is een apengezicht. En dit apengezicht kun je dus gebruiken voor te kijken hoe bijvoorbeeld shaders werken of dat soort dingen. En hij is ook net iets complexer dan die primitieve vormen. Je ziet dat hij nog vrij low polygon is, dus weinig punten. Je kunt er natuurlijk wel uithalen dat het een apengezicht is. En verder heb je daar eigenlijk niet zoveel aan. Ja, je kunt er wat testjes op doen, dat is het eigenlijk wel. Hetzelfde geldt voor al die andere objecten. Je kunt de locatie aangeven, rotatie. En dat zijn eigenlijk de primitieve vormen die wij gaan gebruiken. Of waar we vanuit beginnen. Ik ga even laten zien hoe je dus, als je alles bijvoorbeeld in beeld wil hebben, hoe je dat doet. In dit venster, als je Shift C induwt, laat hij alle objecten zien.
Ik wil een aantal objecten nou weer weggooien, dus die gaan we nu ook weggooien. Even kijken, dus het apengezicht, de donut, kegel, kijken zo, de, ja, wat is het? UV-sfeer, zoals de discobal, zoals ik het noemde, kegel. En even kijken, de ecosfeer. Als je hier ziet de kubus, die hebben we nog even laten staan, is een mooi object om even naar terug te springen. Want dan kan ik eigenlijk mooi uitleggen van hoe zo'n 3D object eigenlijk is opgebouwd. Kun je het beste zien als je in de edit modus zit. We zitten nu in de object modus, dat zie je hier ook, object mode. En je kunt ook naar edit mode gaan, daar is ook een snelkoppeling voor. Dus je kunt hier op edit mode klikken, dan zit je in de edit mode. En als je weer terug wil gaan naar de object mode, klik je hierop. Maar de sneltoetskoppeling is tab, en die zit boven je caps lock, aan de linkerkant van je toetsenbord. Edit mode. Object mode. Object mode is dus eigenlijk gewoon dat je objecten gewoon kunt pakken en kunt verplaatsen. Als je edit mode zit, dan zit je dus eigenlijk in het object en dan kun je dus bepaalde dingen doen. En dat zijn bijvoorbeeld vertex pointen pakken. En wat zijn vertex pointen? Dat zijn deze jongens hier. Eigenlijk elke oppervlakte bestaat uit een aantal punten. Dus in een vierkant is dat dus gewoon 1, 2, 3, 4. En deze punten die kun je ook verplaatsen. Dus die kunt hier gewoon aantrekken en duwen. Dit geeft je dus de mogelijkheid om een object te veranderen. Hieronder zie je dus een menutje waar je dus vertex kunt selecteren. Edges, en dat zijn eigenlijk deze dingen hier. Hè. Ik zal eens even eentje selecteren. Dit is een edge. En als je shift inhoudt, kun je dus meerdere selecteren. En beïnvloeden. En je hebt ook faces die je kunt selecteren. En dat zijn dus eigenlijk de oppervlaktes. Dus, als je, dus hier zijn je vertexes aan, alle, aan elke kant 1. Dan heb je edges, dat zijn eigenlijk de lijnen die de vertexes met elkaar verbinden. En dan heb je, als je die dus of in een driehoek of een meer dan driehoek, dus meer dan drie punten, dan kun je een oppervlakte maken. Dan heb je dus een face, dat is dus deze hier. En die kun je groter en kleiner maken of verplaatsen. Dus als ik hem schaal, dan... Even kijken, moet ik hem wel schalen. Oh. Zo. Dan wordt hij groter en kleiner. Hartstikke leuk. Dit heb je eigenlijk wel nodig als je dus mee bezig gaat met modellen van objecten. Want je kunt namelijk bepaalde faces kun je ook ja, bijvoorbeeld extruden. Dus dan trek je hem uit. En ik laat zo meteen ook wel even zien. Hoe dat werkt. Dus als je met een kubus werkt, kun je dus eigenlijk, ja, eigenlijk vanuit dit vorm kun je dus iets gaan bouwen. Dit is eigenlijk de meest simpele vorm. Ik zit hier nog steeds in de Create tabje, maar als je naar je Tool tabje gaat, zie je ook dat er wat dingen zijn veranderd. Er zitten ineens een hele hoop extra dingen bij. Je hebt dus ineens, in plaats van alleen de Translate, Rotate, Scale, heb je dus nou ook Shrink en Fatten, Push en Pull. En je hebt hier een aantal Deform opties. Je hebt een aantal Add functies. En die Add functies zijn nogal het meest interessante eigenlijk. Dus je hebt hier een kubus. En die bestaat uit 1, 2, wacht, dat zijn er 4. Dus 1, 2, 3, 4. 4 op je vier kanten en dan boven en onder ook. Dus totaal 6. Dat is net als een dobbelsteen. Pak je één face,
Die kun je dus hiermee selecteren. En daar is trouwens ook een snelkoppeling voor als je wilt switchen tussen faces, vertexes en edges. Ctrl-tab. Dan krijg je een pop-up schermpje. En dan kun je dus weer kiezen tussen die drie dingen. Het is iets makkelijker dan hier beneden elke keer klikken, maar het is maar net wat je gewend bent. Dus Ctrl-tab. En ik zeg faces. Ik heb er nou eentje geselecteerd. En die wil ik extruden. Nou, als ik die extrude, dan laat ik even zien wat er gebeurt. Individual. Dan trekt hij hem dus uit. Die kan ik dus heel erg veel uittrekken. Dus dat is een beetje te veel. Even kijken. Even kijken. Nee, niet die as. De x-as. Ik heb hem nou dus geëxtrude over de x-as. En je ziet nou dat ik dus eigenlijk meer faces bij heb gekregen. In plaats van 6 hebben we er nou weer 4 bij. Dan hebben we er in totaal 10. Wat ik dus kan doen, is bijvoorbeeld ook zo'n, bijvoorbeeld deze schalen. Stel dat ik hem nou nog een keer extrude. En ik klik gewoon op rechtermuisknop. Dan blijft hij dus op dezelfde plek. Als ik nu op S druk van schaal, kan ik hem dus schalen. Bijvoorbeeld, als je trouwens shift inhoudt, dan doet hij het wat genuanceerder. Zo. En als ik deze nou weer extrude, even kijken, extrude individual, dan kan ik hem ook naar binnen duwen. In plaats van dat ik hem naar buiten trek, duw ik hem naar binnen. En wat ik nu heb, is eigenlijk gewoon een soort, ja, plantenbak, of wat het ook mag zijn. Of een holle kubus. Dus dat kan ook. Als ik hem dus gewoon nou bijvoorbeeld over de x-as uittrek, dan krijg ik weer dat uitgerekte ding. Zie je? Maar je kunt hem dus ook naar binnen duwen. Die optie heb je gewoon. Ik heb hier dus al een aantal keren faces geëxtrude. En dan uiteindelijk ben ik dus eigenlijk op een soort mannetje uitgekomen. We hadden eerst dat kubus met dat gat erin. Dat gat heb ik dus een mond van gemaakt. En zo verder. Ik zal heel even laten zien hoe ik dat heb gedaan. Sowieso is het dan handiger om een spiegelbeeld duplicaat van te maken. Dus eigenlijk wat we doen is eigenlijk ons object eigenlijk doormidden snijden en dan de andere helft gewoon automatisch te laten genereren. Dat klinkt heel vaag, maar ik zal heel eventjes laten zien hoe die numpad dan ook van toepassing komt. Dus als ik op 1 druk, dan krijg ik de zijview. Als ik op 3 druk, krijg ik front view. Als ik dan op 5 druk, dan krijg ik de orthographic front view. Dan zie je dus recht van voor. Als ik dus nu B indruk, dan kan ik dus dingen selecteren. Alleen, hij selecteert alleen de faces die ik dus zie. Dat is niet handig, want als ik nu ga draaien, zie je dus dat het dus eigenlijk alleen maar recht van voor is. Weer terug naar voren. Om dat wel voor elkaar te krijgen, kun je hem transparant maken. En dat doe je dus hier. Je zet hem op wireframe. Druk weer op B van Bernard. En als je nu selecteert, en ik roteer even, dan zie je dus dat hij precies de helft heeft geselecteerd. Plus deze extra face, dus die ga ik even deselecteren. Dus nu heeft hij precies de helft. Ik zal weer op 3 duwen, dan zie je hem recht van voor. Wat we nu gaan doen is delete. En als ik hem delete, dan vraagt hij wat wil je deleten. Ik zeg faces. En wij onze helft van onze vorm. Als je deze vorm nou wil dupliceren gespiegeld, dan doen we eerst Ctrl-A drukken, zodat die geselecteerd is. En we gaan naar dit venster en we gaan naar het steeksleuteltje. En
Dan krijgen we modifiers. Modifiers zijn eigenlijk een soort filters die je eroverheen kunt gooien over je 3D-object, die dan dingen beïnvloeden. Dit kunnen modifiers zijn in de zin van dat die dingen draaien of dat ze benden of dat soort dingen. Maar je kunt ook aangeven dat hij dus mirrored. En je ziet nu nog niet echt iets gebeuren, want hij mirrored hem eigenlijk over de verkeerde as. Hij mirrored hem dus over de x-as en wij moeten hem dus in dit geval over de y-as moeten hebben. Ik zal even weer terug naar de solid mode gaan. En je ziet dat ons figuurtje weer helemaal heel is. Nou, als ik dus nu één face beïnvloed, dan zie je dus dat hij dat aan beide kanten doet. Echter is het zo dat als ik deze zo laat, dan zal het niet gaan uitprinten. Want het zijn echter twee losse vormen met gaten erin. Dit moeten we weer in één figuur maken. En dit kun je dus weer doen. Deze filter, of deze modifier, die kunnen we dus weer aan elkaar lijmen. En wat we dus doen, is we gaan naar object modus. En wij applyen deze modifier. Nou, als we dit nou hebben gedaan, en we gaan terug naar edit mode, dan zie je dus dat hij hem weer aan elkaar heeft gelast. Nou, dit scheelt je gewoon een heel hoop werk, want stel dat je nou een gezicht aan het modifyen, of een gezicht aan het modelen bent, dan is natuurlijk, als je één helft van het gezicht gewoon helemaal perfect hebt en je kopieert hem naar de andere kant, dan is dat een stuk makkelijker, want je hoeft maar de helft van het werk te doen. Nou, dit is dus eigenlijk zo'nzelfde manier om bijvoorbeeld dit poppetje te maken. Ik maak maar de helft van dit poppetje en hij is identiek aan de andere kant gespiegeld. Dat is hartstikke handig. Even kijken. Ik weet niet als ik het al heb uitgelegd, maar je hebt dus die loop, cut and slide. Volgens mij, ja. Hij pakt sowieso altijd het midden van een face waar je hem op richt. In dit geval was dat toen deze lijn hier. Even kijken, escape. En dat was precies het midden van mijn kubus. Oké, ik was blijkbaar toch nog vergeten om die edge loops uit te leggen. Ik ga even in edit mode. We pakken die loop, cut en slide. En dan kun je dus zien hoe dit werkt. Als je hier dus over een face heen gaat, dan staat hij in het midden. Klik je erop, kun je hem van links naar rechts bewegen. Doe je rechtermuisknop, doet hij precies het midden. En wat hij doet is eigenlijk gewoon een edge maken over die hele... ja, over het hele object. Dus hij maakt gewoon een lus om dat hele object heen. En zo kun je dus eigenlijk je object verfijnen, zullen we zeggen. Dus als ik hier nou weer eentje in deze doe. En ik doe eentje hier. Even kijken. En dan maak ik er nog eentje. Zo. En dan nog een horizontaal. Zo bijvoorbeeld. En ik selecteer nou de edges. Kijk, dus deze. En deze. En ik schaal die een beetje. Zo. En ik doe hem iets omlaag. Kijk. Zet. Dan kan ik dus een lichte ronding eraan geven. Dus zo'n loop, cut en slide is echt super handig. Dus je kunt hier dan nog een extra lus in zetten. Nog eentje. Dan deze twee faces selecteren. Extrude region. Nou, het ziet er toch wel aardig uit. Nou.
Dit is dus die loop cut and slide. Ik was het vergeten om het uit te leggen hoe het werkt. Dus dit stukje komt er even tussen. Oké. Okay. Dus dan kun je heel makkelijk het midden vinden. Even kijken. Volgens mij hebben we nu al een beetje behandeld hoe je eigenlijk heel snel gewoon iets kunt maken. Ik zou gewoon zeggen van experimenteer hiermee. Zorg ervoor dat je in ieder geval geen faces hier per ongeluk delete. Hè? Zodat je dus een gat krijgt. Want dit gaat hij dus niet printen. Dat ga je dus ook zien in de 3D printing ding. Als je hier dus op check all. Dan zegt hij hier van hey. Er zit een fout in ieder geval. Even kijken. Maar als hier bijvoorbeeld gaten in zitten, dus bijvoorbeeld. Deze doe ik even deleten. Dan kun je dus hier bijvoorbeeld op non-manifold klikken. En die zorgt ervoor in ieder geval dat alle gaten in jouw model dicht zijn. Dus dat is wel een fijne optie. Jij maakt hier nou al 3-4 driehoekjes van, maar dat boeit niet. Dat is niet erg. Dan het exporteren naar een bepaalde folder. Even kijken, users. Even kijken, mijn desktop. Mannetje. Accept. En als ik hem dus nu exporteer, even kijken, export, dan heeft hij hem dus daar neergezet. En dit is dus die STL formaat en dat is vrij toegankelijk formaat voor de meeste 3D printers. Als ik dus nu naar mijn mapje toe ga, even kijken, desktop, mannetje, dan staat hier dus een STL bestand. Dus dat is eigenlijk gewoon hoe je dus dat 3D-bestand kunt exporteren. Hier zitten nog meer modifiers in. Je kunt bijvoorbeeld ook subdivision surfaces doen. Dan maakt hij hem smoother. Beetje afgerond. En dit kun je ook weer applyen. Even kijken, moet je weer uit edit mode gaan. Als je nu op apply duwt, dan heb je dus een afgerond smooth mannetje. Nou, dat ziet er echt super vet uit. Dus als je hem nou weer exporteert, dan heeft hij hem geëxporteerd naar dat formaat. En even kijken, dit bestand kun je dus dan ook gewoon gebruiken om te laten uitprinten. Nou, ziet er best grappig uit. Oké, mensen, dank jullie wel voor jullie aandacht. Dit was eigenlijk even in snel uitgelegd hoe je 3D-objecten kunt maken, kunt veranderen, aanpassen. Eigenlijk met basisvormen werken en hoe je eigenlijk met de user interface van Blender kunt werken en waar je op moet letten voor 3D-print. Ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht en nou ja, misschien komt er nog een vervolg hier van deze tutorial en dan zal ik er misschien nog wat verder op ingaan. Maar voor nu is dit wat we gaan doen. En ik hoop jullie dat jullie veel plezier ermee hebben en dat jullie mooie dingen gaan uitprinten. Nou, oké, tot ziens.